Oké, dus we zijn echt op het part gekomen waarop het spel dus echt jerkish gaat worden en heel gemeen. Oh boy. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Player 20. In de vorige aflevering hebben we Bulblax Kingdom Cave gedaan en... zijn we dus achter hoe jerkish dit spel gaat worden. En geloof me, dit is pas het begin. Zoals ik al zei, we gaan terug naar de Awakening Woods. Hopelijk dat we daar nu alles voor elkaar kunnen krijgen wat we daar nog moeten doen. Dus ja, ik hoop dat we dit in één dag kunnen doen. Het zal eigenlijk wel geweldig zijn. En ik ben eigenlijk mijn timer vergeten. En daar baal ik eigenlijk zo van. Ik ga even boven door. Kijk, aangezien dat we dus zeg maar verschillende tijdslimieten hebben en zo en stuff. Kijk, daar is beter. Hou ik dus altijd de timer bij. Dan wil ik eigenlijk best wel een leuke easter egg van het spel laten zien. We nemen even 20 witte Pikmin mee. We nemen 20 paarse Pikmin mee. 20. Dank je. We nemen 20 rode Pikmin. Dit heeft niks te maken met de setup die we nou eigenlijk gaan doen hoor. Ik denk dat we eigenlijk meer... blauwe Pikmin eigenlijk het beste zouden kunnen gebruiken. Maar de reden waarom dat ik dit doe is... jullie zult wel zien op het moment dat alle Pikmin er zijn. Op het moment dat je 20 Pikmin van elke kleur bij je hebt... gaan de Pikmin een verborgen deuntje zingen. Louis, jij gaat ook mee. Ik mis er nog 2. Daar. Oh, ja, jullie respawnen altijd. Dat is gewoon irritant. Ga gewoon weg. Ga weg. En ik baal nu als een stekker dat we geen paar potions meer hebben. Maar dat komt wel goed. En zoals je ziet, het is nou dus ook zo'n bal. Dat was het deuntje! Dat was het deuntje waar ik het over had. Alleen helaas dat ik... oh, dat ding is ook weer respawned. Oh, verdurrie. Paarse Pikmin. Oh, dik. Oké, stunt. Oké, nee, we hoeven ons nergens zorgen over te maken. Oké, dus. We hebben hier, zeg maar, de globe gevonden. En, oh, er zit er hier nog zo eentje. Oh. Op zich zijn ze niet zo gevaarlijk, maar ze kunnen heel erg gemeen komen in één keer als je dus, zeg maar, niet echt... oh, boy. Dit gaat niet goed. Oké, hij stunt. Hij is verlamd. Ik hou van die paarse Pikmin aanval dat ze zo gewoon verlamd kunnen zijn. Maar goed, waar we dus naartoe willen gaan is... we willen hierheen, hè. In dit zijpaadje aan deze kant. En dan komen we dus achter tot er hier nog het een en ander te doen is. Zoals bijvoorbeeld... Wallywalks in het water. Yellow Wallywalks in het water. Nog erger. Dus wat ik wil doen is... ik wil eventjes mijn gele Pikmin... wil ik eventjes... ja, trouwens, die wil ik eigenlijk even achterzetten... en ik wil mijn paarse Pikmin... ja, we zitten op een tijdslimiet, hè. Dus we moeten wel een beetje snel voortmaken... als we dit allemaal willen gaan doen. En, oh, nou heb ik de rode er ook bij. En wit. Oh, dit is zo vervelend. Oké, weet je wat? We gaan gewoon heel eventjes terug hier. Hoppakee, even separate. Mooi. Jij ook. Oh, nou zit... eigenlijk wil ik die wel dicht bij elkaar houden, dus... dat komt wel goed uit dat die dicht bij elkaar zitten. Want ik wil namelijk de paarse Pikmin gebruiken... om die yellow Wallywalk aan de kant te halen. Dus nou hoop ik dat ik hem uit het water kan lokken. Hi! Kom eens even uit het water. Kom eens even hier. Kom eens even hier. Wil je me nog een keer aanvallen? Ik heb Pikmin. Niet omdraaien. Ik zei niet omdraaien. Oh, nou vallen ze in het water. Nou vallen ze in het water. Eruit. Eruit. Oké, we zitten safe. Kijk, en daar wou ik dus voor waarschuwen. Aangezien dat de... ja, Wallywalk die zit hier in het water. En dat is gewoon zeer irritant. Dus ik wil hem eigenlijk hier het water uitlokken. Zodat we onze paarse Pikmin... kunnen gebruiken om hem aan te vallen. Het enigste nadeel is... Dude. Het is nogal onbeleefd. Jij wikkelt maar gewoon weg. Dit kost mij te veel tijd. Kom nou eens hier. En kom nou eens hierboven. Hi. Ik weet dat je 2 keer wil springen. Goed zo. Oké, nou en de paarse erop. Oké, hij is uitgeschakeld. Mooi. Dat is dus zeg maar een van de belangrijkste dingen die ik wou gaan doen. Nou, dan wil ik de blauwe eventjes gebruiken, omdat nogmaals, blauwe die kunnen dus zeg maar heel erg goed tegen water. Of heel erg goed, die kunnen gewoon zeg maar onder water ademhalen. En ik geloof, is dit nou... oh nee, dat is een treasure plate. Dat is voor een treasure die we hier moeten doen. Ik geloof dat we hier eventjes onze blauwe Pikmin aan deze brug willen laten werken.
Kan ik hier trouwens gewoon opklimmen? Want jullie zijn nou niks aan het doen en daar baal ik nogal van. Dit is namelijk een heel erg gevaarlijk stukje om je Pikmin naartoe overheen te brengen. Dit heeft te maken met het volgende. Alle Pikmin die we hier zien... je houdt ons in de gaten. Alle Pikmin... deze brug hier. Alle Pikmin die je bij je hebt, ze willen over die brug heen lopen. Maar dat kan nog wel eens een keer misgaan. En dan willen ze nog wel eens het water invallen. En alles wat tegen het water invalt is nogal snel weg. En ik ben bang dat ik dit niet in één dag kan gaan doen. Dus dat we meerdere dagen hiervoor nodig gaan hebben. En met meerdere dagen hoop ik niet meer dan twee. Deze puzzel, die kan ook nog wel een beetje tijdrovend zijn. Maar goed, we zitten nog in het begin van de dag. Dus oké, jullie zijn klaar. Nou hebben we de witte Pikmin nodig, omdat de volgende brug die is poisonous. Dus we hebben wel alle elementen nodig. 19, daar doen we het mee. En dan hoop ik dat die Wallywalk die daar zit ons met rust gaat laten. Doet hij dat niet, dan hebben wij een serieus probleem. Ga je ons met rust laten? Ik zie je wel draaien. Zo gemeen ben je wel. Hou hem gewoon in de gaten. Anders ga ik hem gewoon afleiden. Ik ga je afleiden! Met afleid! Haha! Hier! Uh-oh. Dit kan mij een beetje pijnigen. Nee, toch niet? Hoi, ik sta achter je. Ik sta achter je. Kom hier. Kom hier. Kom hier dan. Ja! En blijf daar. Je blijft daar gewoon staan. Gaat niet terug. Waarom springen jullie het water in? Waarom zijn jullie zo suicidal? Oh, jeez. Waarom moeten die Pikmin zo suicidal zijn? Oké, nou. Ik mis één witte. Oh ja, nee, ik had er maar 19 bij me. Nee, klopt. Dit klopt. Oké, nou, hier willen we heel voorzichtig voor zijn. Hier zitten namelijk gemene vijanden. Ik zet de witte alleen even daar neer. Gewoon voor decoratie, weet ik veel. En ik wil de paarse wil ik met me meenemen. De paarse wil ik meenemen in verband met wat hier ons te wachten staat. Sowieso zitten er hier een paar, nou ja, soort van bazen. Jullie vonden het niet echt meer een baas, maar het is wel eigenlijk een baas. Wel niet, wel niet. Hij is van Pikmin 1 dus. Wat we willen doen is, we willen de Wallywalk hier heel eventjes naartoe lokken. Nee, niet paas, jij valt niet hier naartoe. Oké, dan hier naartoe. Iets verder van de waterrand af, dat zou heel erg fijn zijn. Dankjewel. Wallywalk aanvallen! Oh, dat is het leukste wat er is. Oké, jij gaat niet springen. Dat mag jij niet van mij. Oké, dan willen we dus heel voorzichtig hier zijn. Want er zit hier namelijk een vijand. Zit je daar al? Nee, oké, dan kunnen we eerst even jou rustig even aan de kant gooien. We hoeven ons geen zorgen meer over jou te maken. Oké, alle Pikmin zijn erop. We hebben hem verslagen, dat is alleen maar gunstig. Ik denk dat we wel onze blauwe dan een beetje omhoog kunnen gooien. Maar goed, hier zit dus een vijand verborgen. Waar we dus vooruit willen kijken. Waar zit je? Money Wispy hier. Hoi. We willen dus uitkijken dat we hier niet alle Pikmin naar boven gooien. Maar volgens mij... Daar zit hij al! Hallo! Zit een extra Burrowing Snaggrat. Nou ja, daar zat een Burrowing Snaggrat. Het grappige van deze beer is... Hij is heel erg makkelijk te verslaan, zoals jullie al zagen. Nou, ik laat jullie heel eventjes aan deze... muur werken. Intruding. My account is sensors are picking up a high-pitched wail. Nou, leuk voor je. It seems to emanate from the area near this gigantic stump. Ja, heel leuk voor je weer. A large root must penetrate deep beneath the planet's surface. It's fascinating! Ja, er zit hier een cave nog achter. De laatste cave die dus zeg maar hier in de Awakening Woods te vinden is. Dan wil ik dan heel eventjes Louie even meenemen. En dan wil ik de 20 blauwe die we bij ons hebben, wil ik dus gebruiken om dus hier... eventjes nog een treasure op te kunnen pakken. Dit kan alleen maar met blauwe Pikmin, dus houden we wel rekening mee. Even hier een paar Pikmin opgooien. Niet te veel. Want wij willen namelijk de kapitein, andere kapitein, die moet eventjes hier naartoe komen. Misschien kunnen we dit nog wel in één dag doen, wie weet. En dan willen we dus zeg maar hier de Pikmin opgooien. En we willen dus zeg maar dat ding oppakken. Nou, zoals je dus ziet, we hebben daar 15 Pikmin voor nodig. En we hebben er 20 bij ons. Maar het is een beetje zeg maar passen en meten van hoe dat we dit met Pikmin gaan doen. Aangezien dat Olimar daarboven ook op nog op moet staan. Dus we gooien weer even daar een paar Pikmin even bovenop. En dan gooien we weer een paar Pikmin hier bovenop. En zo doen we heel eventjes een beetje een tennisspelletje. Is dit genoeg? Kijk, dat bedoel ik dus, hè. Dat is net niet genoeg. Oké, nou, de muur daar die is klaar. Oké, Louis.
Moet ik nou echt per se Pikmin daar bovenop? Kun je niet onder die brug lopen? Is dat niet wat makkelijker? Ja, dat is makkelijker. Oké, nou, we lopen gewoon even hier de brug over. Pakken deze even mee. Je hebt er daar 4 nu. Volgens mij heb ik er echt veel te weinig Pikmin voor. Hoeveel hebben we er nou? 11? Oké, eentje terug. Nog eentje. Oh, ik heb er nog 1 nodig. Hè. Het zit hem in die ene Pikmin. Ga je mee? Oké, 1 Pikmin eraf. Ja, ik zit heel even te concentreren, jongens. Mijn excuus is dat ik zo stil ben. Oké, we hebben hem. Mooi. Goed, deze die wordt veilig gebracht. Daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Oh nee, wacht even. Er zit nog die bolborb. Die zag ik daar nog liggen. Dus daar moeten we zeker voor uitkijken. Snel er even de hoek om. Jij ook mee. Hallo. Dat is dus het nadeel. Waar zijn jullie eigenlijk al? Ik weet nog niet eens waar jullie nou al zijn. Oh, die lopen de terugpech. Oké, dan hoeven we er ons geen zorgen over te maken. Maar hoe kan ik dan nou 9 Pikmin bij me hebben? Don't tell me. Oh god. Oké. 1, 2, 3. 4 zijn er daar nog nodig. 1 kapitein moet hier naartoe. Alsjeblieft zeg. Het gaat nooit zoals dat je het wil, laat ik het zo zeggen. Oké. Dan moeten jullie er weer even vanaf. Kom op, ik roep jullie toch? Wat is jullie probleem? Ik haat deze puzzel zo erg. Het is een van mijn minst favoriete puzzels die er dus bij zitten. Hebben jullie weer even... Oké, nou. Hebben we nog 4 blauwe over? Want alle Pikmin hebben. Verdurrie. Ja, dit kost al de tijd. We hebben nog 1 cape. Hebben we nog dadelijk een dag om even de blauwe even een beetje omhoog te werken. Dus op zich is het niet zo erg. Nadat we dus zeg maar die cave hier hebben, wil ik heel eventjes snel even de andere 4 Pikmin hier even achterlaten. Even snel die Bulborb even aan de kant gooien. Want die gaat ons vervelen. Dus even goed mikken. Distance aanval! Even kijken, hier zit alles safe, hè? Geen vijanden? Nee, oké, alles is safe hier. Goed. We hebben dus zeg maar nog hier een paar gele Pikmin tussen zitten. En die kunnen, of blauwe Pikmin tussen zitten. En aangezien dat ik al zei dat we dus echt aan blauwe Pikmin willen werken, kunnen we dat nog wel een beetje zo doen. Oké, dat gaat naar geel. Dan maakt mij niet zoveel uit. Ik zie hier toevallig nog een blauwe pallet liggen. Die mag hij meenemen. Die Wallywalk die boeit me niet echt. Ja, deze die geeft daar overigens ook wel veel. Ja, Sundown, we weten het dan wel. Oké, dan gaan we even alle Pikmin hier eventjes snel bij elkaar verzamelen. Jullie blijven bij Louie. Dus Louie, jij doet heel eventjes... Nou, we hebben de shuttle. Dat is al een gunstig iets. Dat is 100 punten. Wauw, een hele dag voor 100 punten. 100 poko's. Dit gaat niet zo lekker als dat ik eigenlijk had gehoopt dat de dag vandaag zou gaan. Blijven jullie nou maar even gewoon hier, ja? Oké, Louie gaat heel eventjes die andere pakken. Even kijken, 5 hebben we er hier. Met hun ga ik dan eventjes terug naar basis. Want we hebben 20 van alles. Dus dat is wel makkelijk om dat te onthouden zo. Even kijken. Dus dan hebben we hier de gele en de rode nog zitten. Dus er moeten er hier 40 zijn. Ik tel er 41. Oh ja, en 1 extra witte. Snel terug naar basis. We hebben nog 8 seconden. Oké, ik tel er hier 93, 95. Hoeveel heb jij erbij? De andere 5. Oké, we zijn compleet. Goed, nou zouden we dus nog snel die cave in kunnen gaan en noem maar op. Maar ja, dat halen we echt niet meer. Dus
Zoals je wel ziet, hebben we nu wel alle treasures te pakken gekregen die in Awakening Woods te vinden waren. Maar dan hebben we nog die ene cave. Die ene cave is ook heel belangrijk om die natuurlijk niet over te slaan. Want caves hebben de meeste treasures bij zich in een... in totaal. Ik bedoel, er zijn 201 treasures ondertussen. Dus natuurlijk zitten de meeste in caves. Maar goed, we hebben nou de Awakening Woods dus helemaal gecleared op die ene dungeon na. De enige plek waar we nog naartoe moeten is die ene dungeon. Dan weet ik, een dag is maar een kwartier en dan hebben we alleen maar weer een bovengrondse dag gehad. Ik kan er helaas weinig aan doen. Want die Wallywalks waren irritant. Meer kan ik er niet van maken. Die waren zeer irritant. Maar we hoeven niet aan onze Pikmin dan moeilijk te gaan lopen doen. We kunnen morgen een beetje de nummers even een beetje omhoog gooien. We hebben de airbreak gevonden, dus niet zo erg verkeerde dag. En zoals we dus zien zijn de Pikmins een beetje omhoog gegaan met de nummers. En we zijn geen Pikmin kwijtgeraakt. Dat is heel erg gunstig. We hebben een soort van baas weer gehad. Nou, ik weet niet. De Burrowing Stanker, sommigen zien hem wel. Maar goed. De mayor heeft weer een mailtje gestuurd. Some wild animals are nesting under the bridge now. They think I am the pal or something. My stylish shoes are covered in hair. I'm pitiful, but at least they're warm. Ah, de president die heeft het niet echt heel erg makkelijk. En ik was nog een keertje voor de grap de comments aan het teruglezen. Iemand die maakte de opmerking van... Ja, Hokotate, we hebben het gezien. Het lijkt op Fallout. Ja, nou dat ik er aan terugdenk. Als je aflevering 1 terugkijkt, hoe dat het er daar inderdaad uitzag. Best wel treurig. Maar goed. Morgen. Awakening Wood, de laatste cave, de Snaggered Hole. Oftewel, dan zit het vol met Snaggered. En dan denk ik niet dat het echt meer als een bos neergezet zal worden. Dus ja, ik denk dat we daar morgen mee gaan focussen. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je vragen of opmerkingen of een leukste momentje over deze reactie? Deel het via de reactiebox onderaan. Laat een comment achter. Ik lees alles nog steeds. En nou, we hebben bijna heel Awakening Woods gehaald. Dus misschien daar toch een likeje voor als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dan gaan we de Awakening Wood helemaal 100% completen. Bedankt voor het kijken jongens. Tot morgen. Doei!